Kijk, zet daarop. Zet daarop. Zet daarop. Bal terug, bal terug, Duan. Opnieuw, opnieuw, Duan. Bal over de grond inspelen. Kom maar, gaan we nog een keer. Bal over de grond inspelen. Dribbel in, Duan. Speel in over de grond. Oké, Duan, bal is hier, Duan. Bal is hier. Titi, Titi. Duan, ga maar even achterin. Kom maar, strak over de grond. Kom maar, winnen, Eden. Titi, sta achteraan de rij. Jammer, bal is uit. Kom maar, Chris, vragen. Ja! Mooi Chris, ga door, scoren! Jammer, ga door! Ja, kom maar, spelen. Binnenkant voet. Mooi, geef druk! Kom maar, doe aan, winnen! Ja! Vraag, kom maar, strak inspelen. Je bal. Eden, laat hem los, niet vertrekken, laat hem los. Yo, geef elkaar even allemaal. Mijn trainer was vandaag Rafael. We hebben 2 tegen 2 overpassen. 3 tegen 3 toernooien en daarna grote partij. Ik vond het wel een goede training. In de training was een klein foutje met veel man erin. En korte ruimtes, dus moeilijk bewegen erin. Mijn trainer was vandaag trainer Rafael. We hebben vandaag veel 3 tegen 3's in de training gespeeld. De training was wel leuk en ik heb ook veel geleerd in 3 tegen 3's. Maar het moment dat ik het lastig had was het opbouwen, want het veld was best wel klein. Niet stilstaan hè, boys. Snel spelen, snel spelen. Hop, voetballen met elkaar, voetballen met elkaar. Voetballen met elkaar, voetballen, voetballen, voetballen. Hoog ritme. Hop, werk af. Scoren. Oké. Joey pakt de bal. Ethan en de rest gaan bij Pion staan. Ja, speel rond. Blijf groot, je moet rechts buiten dan, in die lijn. Joe. Fabian, speel. Snel dan spelen. Mijn trainer was vandaag Gerry Vink. Thomas, maak eens ook de aanspraak met lopende mensen. Juist. Juist, goed gespeeld. Volgende, kom maar. Tempo, in beweging zijn. En Jay, kaats, diepte. Hop, Malik, kaats, diepte, diepte, diepte lopen. Zoek Sama, kijk Sama, kijk Sama. Diep, juist, leg neer. Dan moet je eronder komen, Dave. Sneller dan. Juist, zetting. Oh. Het was niet zo'n pittige training, maar vooral op tactiek voor een wedstrijd. En warming-up was heel, heel intensief. En voor de rest, ja, voor de wedstrijd gewoon voorbereiding. Huh?
Nigel, het ziet er niet uit wat je aan het doen bent. Wissel met Ethan. Het ziet er gewoon niet uit. Je hebt een tijdje lopen als een kip zonder kop te spelen. Ethan, change met Nigel. Van position. Wacht. Even de ballen weer terug. Oké. Alle balls hier. Jongens. Ik ga je wat leren. Ik heb twee spitsen. Twee luiwammersen. Echt. Alleen maar dit. Nee, je moet sprinten naar de linkerkant. Sprinten naar de rechterkant. Fabio en Jay. En ik heb Malik, is eigenlijk meer een middenvelder. En Gianni is rechtsbuiten. Maar als ik hier de bal heb, dan wil ik eigenlijk die schuine bal hier. Je bent rechtsbuiten. Dan wil ik deze bal, toch? Maar dan wil ik ook, als hij de bal heeft, hop, dan pak ik een keer diepte. Zonder bal. Ik zie je nooit zonder bal weggaan. En daar ligt je kracht. Ben je eens of niet? Ja, Fabio, hetzelfde voor jou. Dinsdag was je fenomenaal in de bal komen, Malik overlap. Dat moet een spel zijn. Dus dan moet je mee dealen met elkaar. Thomas en Victor moeten eerst en tweede paal. Als ik dat tempo voor jullie bijsluiten, lijkt net of je een zak aardappel op je rug hebt de hele dag. Dat kan niet. En Dien, het moet scherp. In je passing. En van achteruit, hoog ritme. Tek. Hop, spelen, coachen in elkaar. En dit moet je dus iedere week komen herhalen. Dat je elkaar direct blindelings leert vinden. Dan ga je voetballen, boys. En dit zijn de eindstations. Maar ik wil meer agressiviteit voor jou. Lastig moment op de training vond ik bij die positiespel dat ik aan de zijkant moest. Daar heb ik nog wel moeite mee. Mijn trainer was vandaag Noorden Wouter. Dus mijn vader was hem. Is goede trainer, leuk om mee te trainen, is streng, maar hij traint je wel goed. Ik heb vandaag in de training gedaan eerst een positiespel met twee teams en als laatste een grote partij met twee teams en twee keepers. Kantelen, we koppen een man op. Hier is je moment. Ik had het een beetje lastig toen Wa'il op me stond. Dat is een grote jongen. Moeilijk te passeren, maar het ging wel. Door. Het was goede training, lekker. Maar het was gewoon een goede training. Ik vond het lekker. Het is altijd leuk om op de pro te trainen. Je weet niet waar je heen loopt. Sla eens over. Waar is die middenvelder voor die driehoek? Hier, je kan niet spelen. Draaien. Justin, je moet sneller handelen. Bal terug naar de trainer. Amy, dit is wat ik bedoel. Je hebt dus eigenlijk geen idee hoe we samen de bal gaan afpakken, maar dit was een mooi moment. Wat moet Amy nu doen? In een boogje, Amy. Dus jij moet zorgen dat de trainer de bal niet naar Mikolaj speelt. Hoe ga je dat doen? De bal mag niet naar Mikolaj. Hoe ga je dat doen? Nee, je snapt het dus niet. Je moet een paaslijn dichtmaken. Dus als je tussen de trainer en Mikolaj in gaat staan, kan hij niet meer inspelen. Dan moet je niet klikken, moet je het even doen. Dat is het voorbeeld. Dat is één. Als Ricky nu gaat insluiten, dan heeft de trainer misschien nog maar één optie, Tarik. Waar is die voor hem? Nou, maar als je dat nu weet, waar moet je dan staan? Moet je nu misschien een beetje ertussen gaan staan? Dat als de trainer hem daar speelt, dat je je man kan loslaten en hem kan afpakken. Rocco, gaat hij nu Kevin inspelen? Als we nou gaan richten, trainen zijn gezicht gaat naar Wa'il en we weten dat. Wat moeten we dan nu doen? Ja, maar wie moet jij dan oppakken? Ja, en wie moet Kevin dan oppakken? En wat moet Chris dan doen? Nou, volgens mij moet je aan de binnenkant gaan staan, want de trainer gaat nu geen Thierry meer inspelen. Stefano, wat moet jij dan doen?
Ja, maar dit is wat ik bedoel. Je weet niet wat je op het veld doet. Het is verschrikkelijk. Je moet kantelen, knijpen. Oké, trainer, speel die bal in en dan ga je... Tarek, even wachten. Trainer, speel die bal en dan ga je hem afpakken. Amy, wat moet je doen? Vandaag hebben we training gegeven aan de middenbouw. Dus dat is een mix van onder 13, onder 14 en onder 15 leeftijd. Vandaag hebben we de focus gelegd op het tactische element van de training. Van de organisatie van het team. Dus we willen dat het team goed staat, informatie, kantelen. Dus dat ze goed samenwerken naar de ene kant, van de ene kant naar de andere kant. De manier van druk zetten, dus hoe we ballen willen afpakken bij de tegenpartij. En als we aan de bal zijn, het speelveld groot maken. Het zijn allemaal elementen die hebben we weggezet in een 9 tegen 9 vandaag. Ja, je moet wel betrokken zijn. Oké, en Wafa, scheel bij mij. Zwart bij de trainer. Gil, we doen zo het veld wat breder maken. Ja, hij coachen. We moeten in een hogere kwaliteit komen. Maar je luistert niet. Krijg de bal, moet je eigenlijk van tevoren weten welke keuzes je kan maken. Je hebt altijd een extra man, daar ben ik erbij. Dus je kan hem altijd kwijt. Ja, als ze mij gaan dekken, dan betekent het ergens anders iemand vrij is. Ben ik heel eerlijk naar je, kan jij niet mee? Tik je het niveau niet aan, heb ik het vooral over gewoon hard werken. En als, vooral als we de bal niet hebben, dat je echt je best doet om hem af te pakken, zoals Emin dat doet. Ja, die twee jaar jongen dat je is, die doet het, die is aan het sprinten. Dan gaan we je gewoon wissel zetten. Kan ook niet anders, want als jij het nu niet gaat doen, is het te laat. Oké? Doen we niet het samenwerken goed, jongens, dan wordt het morgen in de wedstrijd ook niks. Dus we gaan steeds een moment zoeken wanneer we druk gaan geven. Dat is niet de hele partij door. He, dat is een moment zoeken. Dus we zijn compact, zoals we dat woensdag hebben getraind. Als we de organisatie goed hebben, dan gaan we op een gegeven moment een moment zoeken van oké, nu gaan we hem afpakken. En als we dat dan doen, doen we met z'n allen. Justin, hou die ruimtes groot. Loop elkaar niet in de weg. Julian, waar is de vrije man? Goed kijken. Nu, als hij de houding neemt van een lange bal, moet je dan naar voren lopen? En denk je dat hij dan daar gaat pasen zoals hij nu staat? Of gaat hij misschien aan de binnenkant pasen? Ja? Nee, wat kan je dan tegen Rocco zeggen? Ja, zeg dat dan. En dan daar waar je verwacht dat de bal komt. Justin, waar komt hij, denk je? Ik denk misschien daarom, maar dat moet je zelf weten. Ze geven wel goed druk. Alleen ze doen het niet samen. Dus dat was een leermoment. We willen dat de spits en de buitenspeler dat ze gaan insluiten. En het insluiten, dus de paaslijn dichtmaken, dat ging niet zo goed. Dus dat hebben we getraind, ging later wat beter. En dan de tegenstander dwingen naar het middenveld om daar de bal af te pakken. Dat kwam wel vaak voor. Alleen niet goed georganiseerd. Maar dat zag je wel in die training, gelukkig een ontwikkeling, dat het langzaam beter werd. Als we druk gaan geven, laat je je man los, omdat dan de middenvelder jouw man gaat pakken. Ja? Maar als jij goed ertussen staat, spelen ze jouw man niet in. Sowieso dat als ze een bal afpakken, dus als ze in een duel komen, dan willen ze vaak gelijk een actie maken, waardoor je het risico loopt om misschien weer de bal te verliezen. Ik heb aangegeven, als je hem eenmaal af hebt gepakt en er hard voor hebt gewerkt, dan speel je hem eerst eruit. Dan maken we het speelveld weer groot, zodat we dan goed kunnen aanvallen. Belangrijk moment in die training.